Zometeen een top 10 van de meest memorabele momenten van Royals op social media. Hallo allemaal, ik ben Rick en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag gaan we het hebben over social media. Zo'n beetje alle monarchieën zijn erop vertegenwoordigd ondertussen en Denemarken was de laatste in de rij tot nu toe. Koningin Margrethe was echter wel te porren om een heel leuk filmpje daarvoor te maken, waarbij ze na alle wapenfeiten die al met het volk gedeeld zijn in de geschiedenis nu ook dit te doen. Kroonprins Frederik maakte daarom een leuke foto van haar die op Instagram en Facebook werd geplaatst en zo werden de kanalen geopend. De Oranjes Instagrammen officieel trouwens niet, maar ze zijn wel te vinden op Facebook en Twitter. Het Twitterkanaal was er als eerst in september 2010, maar wel heel opvallend. Het kwam namelijk kort na deze boodschap van koningin Beatrix. Je spreekt elkaar zonder gesprek. Je kijkt naar elkaar zonder de ander te zien. Mensen communiceren via snelle, korte boodschapjes. Onze samenleving wordt steeds individualistischer. Zonder enig wijgevoel wordt ons bestaan leeg. Met virtuele ontmoetingen is die leegte niet te vullen. Integendeel. Afstanden worden juist vergroot. De Britse royals die zijn zo'n beetje overal vertegenwoordigd. Op Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Flickr, noem het maar op. Overal kun je ze volgen. En als je dat doet, dan zie je bijvoorbeeld wie Elizabeth ontvangt. Welke prijzen wordt uitgegeven, welk lintje geknipt wordt. En natuurlijk ook videoboodschappen van Prins Charles. Maar het leukste is toch wel dat je ook een blik achter de schermen krijgt. Bijvoorbeeld hoe het gras wordt gemaaid op Buckingham Palace. Of hoe de kroon ligt te wachten op het moment dat Elizabeth haar troonrede gaat voorlezen. Of bijvoorbeeld de post die ze heeft ontvangen voor haar 90ste verjaardag. En als dank daarvoor 3 foto's. Bijvoorbeeld met haar enige dochter, Prinses Anne. Of met de jongste generatie. Of met haar grote liefde natuurlijk. Ook Prins Charles en Camilla zijn te vinden op Instagram. Clarence House heet hun account. En William, Catherine en Harry zijn er ook te vinden, maar dan op Kensington Royal. William en Kate maakten er ook gebruik van toen ze de geboorte van hun dochtertje Charlotte wilden bekendmaken. Eerst op Instagram en daarna kwam pas die ouderwetse traditionele ezel uit de kast om voor Buckingham Palace te zetten. Tja, we zitten inmiddels in de 21ste eeuw. En dan nu een top 10 uit de meest memorabele momenten van de royals op social media. Nummer 10. De meest geretweete berichten van het Koninklijk Huis hebben te maken met de troonswisseling of met Koningsdag. Maar het allermeest is deze foto doorgestuurd. Koningin Maxima bij de opening van het Papagenohuis. Dit was de allereerste tweet van koningin Elizabeth. In oktober 2014 openden ze een expositie over informatietechnologie in het Science Museum. En daarbij hoorde het drukken op een knop. Net als in 1976. Toen verstuurde ze als koningin de allereerste e-mail, tenminste de voorloper van e-mail. Onlangs drukte ze trouwens nog een keer op de knop van de iPad, toen ze iedereen bedankte voor alle prachtige digitale wensen voor haar 90ste verjaardag. Op nummer 8 in deze lijst staat kroonprinses Mette Marit van Noorwegen. Ze deelde op Twitter een heel intiem kiekje. Op Skaugum, het thuis van haar, kroonprins Håkon en de kinderen, verwachtte ze namelijk een negeling. Hun hond, Millie Cacao, was zwanger. En niet lang daarna beviel hun labradoedel. Nog een Noor in deze lijst en dat is Arie Behn. Dat klinkt niet heel koninklijk, maar het is de aanstaande ex van prinses Märtha Louise. Vlak voordat zij bekend maakte in een persbericht dat ze zouden gaan scheiden, plaatste hij deze foto op Instagram. Een zelfgemaakt schilderij met de hashtag #letgo. Prinses Madeleine van Zweden heeft haar eigen Facebookpagina, wat stiekem gewoon een PR-machine is voor haar World Childhood Foundation activiteiten. Zij heeft de Amerikaanse tak onder haar hoede en ooit is het opgericht door haar moeder, koningin Sylvia. Tussen die berichten door zie je ook nog wel hele leuke foto's van haar kinderen bijvoorbeeld en als ze een prinsessenfeest geeft op het paleis. Doodzieke kinderen waren welkom om een dagje echt prins of prinses te kunnen zijn. En daarbij deed ze zelf natuurlijk ook mee. Ze aten van gouden borden en zij had natuurlijk haar mooiste jurk en tiara meegenomen. Maar wat zou jij doen als je op vakantie bent in een warm tropisch oord, wuivende palmen, druisende zee, relaxte muziek en een fotograaf met telelens?
Nou, dan maak je zijn foto's gewoon waardeloos door zelf vakantiefoto's op Facebook te plaatsen. Op prinses Beatrix na zitten denk ik zo'n beetje alle Oranjes wel op social media. Koningin Maxima heeft natuurlijk gewoon Facebook. De dochters weten echt wel wat Snapchat is en Willem-Alexander stuurt liever een appje dan een telegram naar zijn collega's. Maar de leukste Oranje is misschien toch wel prins Bernhard junior. Hij is de zoon van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven en hij deelt allerlei leuke momenten van zijn gezin, prinses Annette en de drie kinderen. En daarnaast ook van zijn andere grote liefdes, het asfalt en het water. De allerpopulairste royal online is koningin Rania van Jordanië. 2 miljoen volgers op Instagram, 5 miljoen op Twitter en 9 miljoen op Facebook. En dat is een stuk meer dan haar eigen man, koning Abdullah, die er maar zo'n 300.000 heeft. Maar gelukkig heeft hij dan weer 6 miljoen inwoners. Niemand verslaat prins George. En zeker niet als het samen met zijn zusje prinses Charlotte is. Kate maakte deze prachtige foto's en dat zorgde voor de meeste retweets en likes van het hele Twitter-account van de Britse monarchie. Op nummer 2 in deze top 10 staat onze eigen koning Willem-Alexander. Hij gaat behoorlijk met zijn tijd mee. Hij kan wetten ondertekenen op de iPad en regelmatig heb ik gezien hoe hij zijn telefoon tevoorschijn haalt om een foto te maken die vervolgens wordt doorgestuurd naar de RVD. En die plaatsen het dan weer op Twitter en Facebook. Bijvoorbeeld van de kerstboom op de Eikenhorst. Of van het uitzicht van hem op de boot tijdens Koningsdag. Maar het allerleukste is misschien toch wel het filmpje dat hij maakte op de eerste schooldag van prinses Amalia. Met die rommelfiets met krat daarvoor ging ze zo naar school. Maar op nummer 1 staat wat mij betreft prins Harry. Niet omdat hij koningin Elizabeth zijn oma strikte voor een filmpje met Barack en Michelle Obama. Remember when you told us to bring it at the Invictus Games? Careful what you wish for. Boom. Oh, really? Please. Maar vooral omdat hij een live video op Facebook plaatste. Vanuit een Londens ziekenhuis werd hij live getest op HIV. Hij bleek trouwens negatief. En daarmee zet hij eigenlijk het werk van zijn moeder voort, prinses Diana. Ook prins Harry gaat zich daarop toeleggen. So whether you're a man, woman, gay, straight, black, white, whatever, mm-hmm. even ginger, why wouldn't you come and have a test? Well, this is the thing. Het filmpje was bedoeld om iedereen te laten zien hoe makkelijk het is om je te laten testen. En inmiddels is er een ware run ontstaan op de HIV-test. Good job, Harry. Nou, dat was het dan alweer. Ik hoop dat je het een leuke video vond. Zo ja, ga dan even naar YouTube, klik op abonneren en doe even een duimpje omhoog. Dank je wel alvast en tot de volgende video.